Ja, je is eigenlijk moest proberen om een dag met je handen op je rug in de handboeien rond te lopen. Kijken wat je nog wel en niet kan. Ja, niet ja. veel. Niet veel. En probeer dan maar eens een koekje te snijden of naar het toilet te gaan. Of een biertje te drinken of een koffie. Nou, dat is echt gedoe. Ja. Ja, het gaat op zich goed. Ja. De hand- en armfunctie wordt echt wel minder. Ja. Alleen de vingers die beginnen wat krom te groeien. Ja. Ja, en die zijn soms wel pijnlijk. Ja, ja dat is pijnlijk. Maar als ik ze dan recht neerleg en ik druk deze bijvoorbeeld aan, dan doet het wel, is het wel pijnlijk. Dat is inderdaad een beetje door de doorbloeding en de, dat zie je ook in de voeten soms met een verlamming inderdaad. Dit is goed stijf zeg. Ja. Ja. En deze kan ik wel bewegen, maar deze inderdaad dan niet meer. Ik probeer nu mijn duim te bewegen, maar dat lukt niet meer. Het gaat wisselend met mij. Ja, soms zit ik wel diep hoor. Ja. Soms trek ik het ook eigenlijk niet. Maar, en dan? Wat doe je dan? Huilen. In bed liggen, lekker slapen. Ja, me onttrekken een beetje aan de boel, zeg maar. Ja. Het gaat maar door, hè? Ja, het gaat maar door. Het stopt ook nooit. Dat vind ik echt het moeilijkst. Dat je thuis komt uit je werk en dat je dan weer een broek moet ophijsen. En, dat en heb nooit je genoeg stopt. Ruimte voor jezelf? Ik denk het niet. Nee. Ja, we zijn er wel actief in aan het zoeken, hoor. Van, wat is dan goed om in te vliegen qua zorg? Ja. Ja, dat is ook wel weer moeilijk om dat te accepteren. Want die moet je dan ook weer in je gezin toelaten, wat eigenlijk heel niet normaal is. Het is gewoon niet normaal om mensen om zorg in huis te hebben als je zo jong bent. Het is wel nodig als je hier ook je boterschoen uitkomt. Maar kijk, er is een nieuw normaal. En daar zit ook een vlugje iets van acceptatie natuurlijk in. Ja. Van als je het blijft labelen als vroeger, dat is niet makkelijker. Nee. Je kunt natuurlijk ook voor jezelf een nieuw normaal neerzetten wat je accepteert. Maar is acceptatie misschien een groot woord. Maar dat gaat steeds in etappes. Hè? Want zo'n eetrobot vind ik nou prima dat hij aan tafel is. Maar de eerste keer dacht ik En toen we hem kregen dacht ik Geert heeft het wel geregeld, maar ik zet hem weg. Totdat je erachter kwam dat je nu zelf kon eten. Ja, als het maar gewoon genoeg helpt, dan ga je het wel gebruiken. Ja. Hoe is dat voor jou, Geert, dat Barbara er wat zwaarmoedig in staat? Ja, ik vind het soms wel lastig. Met name, ik wil haar ontzorgen. Ik wil dat ze het goed heeft. En dan ben ik eigenlijk de oorzaak dat zij verdrietig is. En dat ze er moeite mee heeft. Terwijl ik probeer juist te kijken hoe we dat toch samen weer op kunnen pakken. En dat ik dan even erop uitga, even met de bus bijvoorbeeld wegga met de kinderen. Dat Barbara even ruimte voor zichzelf heeft. En dan zoeken we elkaar daarna wel weer op en dan bespreken we dat weer. Ja. We hebben hier alvast de vlankkoeken voor je klaargezet. Oké. Hartstikke goed. Denk aan de onderkant en gewoon ook mensen. Ja. Je verwacht dat je ouders nog heel erg lang meegaan eigenlijk. Dat als jij 50, 60 bent, dat ze dan pas komen te overlijden. En dan ben je 14 en dan hoor je dat je vader binnen 5 jaar of 6, 7 jaar overlijdt. Dat is wel heel gek om te horen en ook heftig. Ja. Ja, ik heb een hele goede band met hem. Ik hou echt ook heel veel van hem. En dat is gewoon lastig om dan te zien hoe iemand achteruit gaat. Denk aan de jaren toen jij nog alles kon. Totdat je ziek en moe werd, het allemaal begon. Je lichaam gaf signalen, dat je vaker in de steek. Je spierkracht ging verloren, het leek alsof je soms zweek. Moeite kun je bukken, tillen voel je al meteen. Ik hou van muziek spelen en ik heb 2 jaar geleden een liedje geschreven voor mijn vader. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar soms kan ik je niet meer tegen. Mijn onwonen pijn en mijn vragen weggezwegen. Op school ik doe het altijd om me goed te concentreren. Want dan denk ik aan jou, ik kan het echt niet accepteren. Dat er ooit een dag zou komen, dat jij niet meer leeft. Maar ik ben bang, dat maakt me boos, omdat ik zoveel meer geef.
Ik schreef een liedje omdat het mij heel erg aangreep en ik wou dat verwoorden in een nummer. Elke dag hetzelfde, ja, de wereld stort erin. Papa heeft ALS, wat heeft dat nou voor zin? Muziek, dat is toch een manier om iets te vertellen en ook om je gevoel kwijt te kunnen, zeg maar. Liefste papa, ik ben zo blij dat je ken. Je bent mijn held, hey papa. Ik ben zo trots dat jij mijn vader bent. Ik werk op de ICT-afdeling in de geestelijke gezondheidszorg. Nou, met elkaar meesparen, je draait nog mee. Het toe doen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Zit hij goed zo? Ja, prima. Mooi zo. Ja. Top. Ik probeer zo min mogelijk te drinken eigenlijk. Dus dat je ook niet veel naar het toilet hoeft. Ja, ik werk 5 uur per dag. Ik ga voordat ik naar het werk ga. Dus nog even goed naar het toilet. En als ik thuis kom. Ja. Red je dat altijd? In de meeste gevallen wel. Ja. En enkele keer dan, goed, dat is nog niet voorgekomen. Dan zou ik de bus in moeten chasen en naar huis als ik hoge nood heb. Ja. Kom maar, nieuwe regel. Zoals je weet zijn we bezig met de update van de telefooncentrale. En ik wil die verhouding ook wel een beetje evenwichtig houden daarin. Je kan waardig de dingen vragen om even een broodtrommeltje open te doen. En de waardigheid vragen om je broek goed moet hijsen en dat soort dingen. Ja, dat is toch anders. Dan is het toch meer mens onwaardig. Om te plassen ga ik staan. Ja. En dan lukt het me wel om nog net even naar beneden te doen. Ja. Als die niet te hoog zit, komt heel precies. Ja, ja. Als mijn onderbroek niet te hoog zit inderdaad, want dan krijg ik mijn duim er niet achter. Ja. Ja. En dan met zijn haakje zou ik dan net makkelijker kunnen. Dus dit is volgens mij, zit hier water in. Ja. En zit er dus een elektrisch pompje wat een soort van sproeiertje geeft. Ja. Ja, ik durf ook niet te garanderen of je daar nou echt je billen mee schoon krijgt. Nee. Ja, dat is een super lastig probleem, die broek. Ja, voor mij wel, ja. Je zei het al, je moet eigenlijk een Marokkaanse jurk gaan dragen. Ja, ja. Ik ben er zelf nog niet aan toe, hoor. Ik moet er echt over nadenken nog. Barbara is daar wat verder in. Bijvoorbeeld een katheter, nou, dat zou kunnen helpen. Nee, dan is, ja, dat is ook weer gelijk zo'n definitieve ingreep. Nou, fijne dag. Ja. Doei. Maak er een goede dag van, ja, hè? Doe ik. Ja. Oh. Hm. Nou. Soms lukt het gewoon niet om naar de wc te gaan en dan moet ik helpen. Nou ja, weet je, dat is 5 of 6 keer op een dag. Als een katheter kan helpen om daarin zelfstandiger te blijven, dan teken ik ervoor. We zijn sinds vorige week begonnen met PGB. Dat we dan, als Barbara werkt op de dinsdag en de donderdag, dat er even iemand komt om mij te helpen douchen, aankleden, tanden poetsen. Nou, heb je zin om te douchen? Ja, zin. Ja, we gaan ervoor. Hoe is het? Is het nog spannend? Ja, het went wel steeds meer. Oké. Okay. De eerste keer vond ik echt wel spannend. Ja, ja. Dat weet je. Ja. En hoe is dat voor je dat een andere vrouw je helpt? Ja, dat is wel. Je had allebei hetzelfde te denken. Wil je eerst je haar doen? Ik zou een beetje gek scheren tegen Barbara. Het is voor het eerst dat ik voor een andere vrouw uit de kleren ben gegaan. Ja. Maar goed, dan nog met een goede reden ook. Ja. Ja. Ja, voldoende? Of wil je nog even zitten? Ja. Nu het een aantal weken loopt, gaat het eigenlijk best goed. En het geeft ook een stukje steun. Het idee dat je niet meer alles alleen hoeft te doen. En ja. Zal ik zo eerst je t-shirt even aandoen? Ja. Dit is ons gezin, weet je wel? Dat ik dat dan deels uit handen moet geven. Dat je eigenlijk moet toegeven dat je het niet alleen kan. Dat vind ik meer, daar zit hem de pijn in, zeg maar. Nu heb ik daar wel vrede mee. Dat ik denk, ja, het leven is nou eenmaal zo dat ik het niet alleen kan. En dat wij het ook niet alleen kunnen. En dat is, dat is iets wat je moet gaan leren accepteren. Liefste papa,
ben zo blij dat ik je ken. Je bent mijn held, hey papa. Ik ben zo trots dat jij mijn vader bent. Andere vaders, dat valt me wel op dat als ik dan bij iemand kom en je ziet een vader die gewoon nog alles kan, dat is wel lastig soms. Omdat je denkt, waarom mijn vader dan niet? Hè? Ja, je gaat ook anders naar het leven kijken, zoals je nu, wat nu dit, deze tijd is kostbaar, zeg maar. Die je dan met je vader hebt. Ja. Dat er ooit een dag zou komen waarop jij niet meer leeft. Mijn bang maakt me boos omdat ik zoveel meer geef. Het blijft een ontroerend lied, Cas. Het raakt enorm. Heel mooi, ja. Mm-hmm. Dat is echt een beetje het liedje van ons geworden, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Mm-hmm. Prachtig, ja.